Dames en heren, we zullen nu een tijdje genieten van een film die gemaakt is in 1960 over Neerkant op initiatief van zangvereniging De Veengalm. Er zijn verschillende filmopnamen gemaakt, verspreid over het hele dorp. Er komen verschillende personen in voor. We zullen ze trachten u zoveel mogelijk bij te brengen, de naam van de personen. Maar ook velen zullen er voorbij gaan die misschien u zelf wel herkent. In elk geval, u kunt met z'n allen genieten van hoe Neerkant was 30 jaar geleden. Neerkant binnen, op de Keulse baan. Het huis van Gijsbers is te zien en je ziet daar de vrachtwagen staan voor de Boerenbond, waar nog bij is de chauffeur van Verlier. Dat is de vrouw van Jantje van Rij, toen de tijd het schilder Jantje genaamd. Met zijn kleine kinderen woonden in die woning van bij Louis Graat in de noodwoning. Met zijn kleine kindertjes die nu inmiddels groot zijn, waarbij we belanden bij Tienes van der Heijden. Op het oude huis van de smid. Tienes lag er nog eens lekker bij. En zijn dochter Anneke die bezig is met het wassen van de ramen. Ook een goede zin. En moeder Hanneke. Even fleurig als altijd erbij. Waardoor we verder gaan naar Heldes. Harry Heldes bezig met de deur, het schilderen van de deur. En daar hebben we de barakken op de hoek van de Menusiestraat, Keulsebaan. En dan zien we Leen Beijershoeben nog eens. Tienes Driessen, genaamd Tien van Thomas, met zijn kindertjes. Ook al volop genieten. En de schoon Zonnemans van der Heide Zonnemans. Moeder Tonna met de vrouw van Jan Driessen, met zijn kleine spruitjes. Daar hebben we het postkantoor en Jan Engels het huis. En daar komt aangefietst Corrie van Piet Krommentuin en natuurlijk ons aller Pietje Fransen. Jantje van Rijt, Jantje van Sjaak, ook al bezig met schilderen. Je kunt zien dat er aan kermis wordt in Neerkant. En Chrisje de Kort, ons alle bekende strijwielersteller. En daar hebben we een gezicht op de Dorpstraat. Nog maar een begin, het is nog niet zo ver. Kindertjes, zeer vermoedelijk van Harry Martens. Die ook ijverig in de lens staren. Harry Maart is bezig met het knippen van de heggen, wat ook altijd moet gebeuren voor de kermis. Hij heeft er nog zin in. Want hij knipt er lustig op los, evenals Frans Seelen, die volop bezig is met schoefelen. De kindertjes van de Munkhof. Moederke Seelen. Dan hebben we weer een dorpsgezicht. Pierre Martens, ofwel Pierre van Tony en Piet. Die ook al bezig volop aan het werken met Riek. De kindertjes van Sjaak Martens. Peter goed te herkennen, ondanks dat je nou veel groter is. En daar hadden we de vrouw van Harry. En daar hebben we Mien Lemme. Even een boodschap wist ze doen. Kleutjes, de oude Kleutjes nog bezig in zijn tuintje. Ook een man uit het verleden van Neerkant. Jan Pijnenburg, bezig met het sproeien. Zal er ook wel droog zijn geweest toen. En daar is er eentje in het werken, die kunnen we niet beoordelen, want die wil niet kijken. Dan zien we Kremers, lacht er ook rustig op los. En Gon Trienes. Ja, ze zit er nog gezond bij en daar staat ze ook nog recht. Daar hebben we Lindere Nella. Toen de tijd de oudste inwoner van Neerkant, die de leeftijd bereikt van 97 jaar. En Maria,
die inmiddels ook een 24 is en nog in leven is in het klooster, is in Liesel in het bejaardenhuis. Daar hebben we de school, de voormalige oude school, met meneer Hendricks voor de klas. De jongens die nu komen, die krijgen een rustpauze. Dat hadden wij vroeger niet, mochten we nooit slapen. Dat mochten ze toen wel. Verschillende zullen misschien hier elkaar dadelijk wel herkennen. Ik heb er ook zin in. En natuurlijk ook nog een beursjes. Als bekend pianist. Dus we de jongens een zangles geven. De ene zingt, de andere lacht. En daar is de school uit. Althans, misschien voor het speelkwartier. Maar dat doen ze natuurlijk liever dan leren. Die jongens, die gaan nu ook inmiddels tegen de 40. Komt dan het hoofd van de school, de toenmalige hoofd, de heer Buggums, met Kessels, een onderschaak Kessels, een onderwijzer uit Neerkant, die ook in de school hier de jongens het zijne bijbracht. Zeker deze, die van Noor. Het overwetse bokspringen, en wat ze toen al konden, konden wij niet terug uitspringen. Bijzonders gebeuren, want die staan er allemaal zo nieuwsgierig te kijken door. En al die van Zonnemans, ja, daar redden het al, een vechtpartij. Iets wat gewoon is onder de jongens. Ja, de mister, die ziet het ook. En wat denkt hij bij zich, daar zal ik eens een einde aan gaan maken. En jawel hoor. Het is maar goed dat je ertussen komt, anders had David Goliath verslagen. Dan zijn we bij de oude boterfabriek. Dat was toen de graanhandel van Veldmans, die stond te praten met een vertegenwoordiger. En daar hebben we Schenk Heuze met de melkkar. Je ziet wel dat Schenk graag rookt, want hij trekt flink aan zijn sigaret. Velen zullen hem misschien niet meer herkennen, maar hij is het wel. Evengoed als de dochter van de schilder. En wie zou die niet kennen? Pier de Melkboer. Zeer bekend in Neerkant. De vriend van de vrouwen. En hier het klooster. Het Sint-Vincentiushuis. De grot in de tuin stond die bij de zusters. Een zeer mooie tuin met een prachtige grot. Een mooie beeld erin gebracht. De ouderen die weten dat wel allemaal. En daar hadden ze van de zusters de zogenaamde boeren. Is er hier ook een kersen plukken? Namen van de zusters die zijn moeilijk allemaal nog te onthouden. Dus we zullen maar zeggen dat het de boer was. Evenals deze werkster, die moet er niet zoveel van hebben. Men kende toen leerzusters, werkzusters, melkzusters, boerenzusters en noem maar op. En we hebben de speelplaats van de meisjes. Dat was toen nog allemaal apart. Hier zullen er velen zich misschien herkennen, zoals Willemien van Rijden, om een enkele te noemen. Een lange rij spullen over de speelplaats heen.
ouder toen de tijd, juffrouw erbij. Inmiddels allemaal verdwenen. De juffrouw met de kindertjes. Het zijn er zo'n hoop. Bakker, die komt ook weer eens in beeld. Je had er nog niet genoeg van, met z'n min als deze stevige zuster, die toen het heft in handen had. En nou is het afgelopen, want ze kijken allemaal achterom, ze moeten denk ik naar binnen toe. Toos Geers liet zich nou eens te goed zien, zo goed als Annie Hansen. Sint-Vincentiestraat. Dan zien we Sien van Pietje Ruitjes bezig met het wassen van de ramen met haar kindertjes en twee kindertjes ervan. En dan zijn de kindertjes van Anton Bellemakers. Dat is er ook eentje, dat is Els. Dan zien we de vrouw van Lierop, Miek. Miek weet er geen goede raad meer, Bertje Engelen wel, want die kijkt dus op. Die is rustig aan het schoffelen. Is nog voorzichtig ook. Even zo groot hadden de Gerada Pijnenburg. En moeder Ann komt ook in beeld. Mag ze ook wel eens zien. En dat Mientje Lammers trekt zich weer terug. Ja, draait zich eens om. De vrouw van Driek Vrijen, Ann. De vrouw van Pierre van de Vondervoort is bezig met ertepolen. Enkele kindertjes, vermoedelijk van de buurman. En daar redde dame Strijbos. Ja, ja, lach er maar eens mee. En daar redde zogenaamd Mas Mieke. Tussen de hennen. Daar hebben we Steegs, die is bij Piet Bakker in dienst, bezig met het plukken van augurken. Krijgen we vermoedelijk een klein smeetske aan het gezicht te zien. Zie je er niet, want daar hebben we papa, dat is Tjukke. Tjukke Smeets. En dat was Anneke, Anneke van de week, kennen ze hier allemaal. Neemt een kleintje van Tjeu op de schulp en hup, zegt staat het paard weer voor de lens. Wim Anders en Dien, ook al ijverig bezig, ze lachen er maar eens mee. Dochter van Pijnenburg, van de Braamweg, Winkelmolen, was daar bezig op het land, had er nog zin in. En daar hebben we Puinengraat, die is bezig in zijn tuintje, pijp natuurlijk onafscheidelijk. En hij lacht er maar eens mee. En daar hebben we de dochter, Noor. Mijn moeder Miek, ook al aan het plukken. Ook al in de kersen zullen het wel rijp geweest zijn. Dan gaan we de Broekstraat in. Toen de tijd nog het huis van Alk van Boerken draaien. Nalal met haar kindertjes. Jo Giele, bezig met het graasmaaien. Moet natuurlijk mooi zijn met de kermis. En in het Vogelpark.
Frits en Sjaan Beiers. Bij allerlei vogels. U beoordeelt ze zelf maar. Vermoedelijk bij de smid achter in de tuin. Waar gaan ze? Die winkelmolen met het paard. En daar hebben we Tine Schalen de Smet. Tine de Smet. Met zijn dochter Marietje. Mientje Lammers aangefietst. En andere kinderen. Dat zijn die drie huisjes daar in de Dorpstraat. En de Jo van Frans Dielissen met haar kleintjes. Ria van Wielrooijakkers en Ini Winkelmolen en een ander van Winkelmolen, de gezusters. Ook al bezig met bloempjes, ja, eens even kijken. Chrissy Leenders. Chrissy geniet er ook van. Dat is het gezicht ook weer op de Dorpstraat. Het was toen niet Dorpstraat. Maar nu wel. We hebben de Schenk Manders ongeveer aangeland. Ik weet niet meer waar de hond van was, maar dat is Kuhnewieske, die kennen we wel. En Miet Bots van Tijke Beiers, die kennen we ook. Nou, Miet gaat nou wel wat stof in de zak zitten. En wie is daar? Pietje Verstegen. Pietje is bezig met het haren van de zicht. Moet zeker nog korren maaien. De bus van de EAT. In der tijd ook een dagelijkse zicht op de neerkant. Dus je kan nog wel van Sjaak Sonnemans of van Leke Metij zijn. Daar zien we Kessels bezig met het schilderen. En een andere, die rijdt de tractor, zoon van Tienes Kessels. Huub. Pijpelaan. En de redder Marie. Zijn er ook van. Graat Jansen. Dokkel druk bezig. Kijk ook eens in de lens, ik denk wat daar te doen. En dan zien we zijn zoon Jan. Mooi petje op. Ja, hij groet ook al eens met de varkens. Toen was ik geloof dat er stukken 7, 8 waren, was toen al een hele boer. Nu gaat het met duizenden, toen ging het nog met, ja, we kunnen spreken tientallen. Dan zijn we bij het kapelletje, ons allig kapelletje. En de boerderij van Verzomeren. Linnard Rover, bezig met de hechten knippen. En daar zien we Muizenberg, die toen nog werkzaam was op de gemeente. En het niet altijd even hard ging natuurlijk. Nou zien we wel natuurlijk dat Lot in Slamoosje bezig is. Maar ja, zal dat altijd wel lukken. Om zo langzaam te maaien. Want wat ziet hij zo stiekem? Onder zijn pet, daar had het al. Hij ziet de baas wel aankomen. En het gaat wel, oh, hij gelooft het zijn het ook wel. Daar hebben we de vrouw van Willem Joosten met Jos, Drika. Nou,
nou strijken maar zo een bulke. Dat was broer Jupke nog van vroeger. En de vrouw Tines Nijssen was er aan het werken. Natuurlijk Toontje Gorts en Maatsel en Tines en Upre. De dochter van Jan Vogels, Maria, bezig met de... Op de Heiterk zin ze op de, met de tuitje aan de weg zetten. En Doortje is een schoefle. De koeien van Vogels. Ze hebben ofwel dorst of honger of ze moeten gemolken worden, want geen hart. Daar hebben we Riek Hermans, inmiddels vrouw van Wal. En moederke, oud moederke Hermans. Met kopduks genomen. En Schraar en Hendrik zijn bezig op het land. Nou, ze maken er een eind aan. Met de bellenmakers Willem, met de pet en natuurlijk zijn onafscheidelijke pijp. Dan hebben we de kindertjes van Jo, van Harry Veller. Dat zijn de kindertjes van Veller. Dus er eentje van Harry Bellenmakers loopt erbij. Die kunnen wel zien, die linkse. Jo trekt zich nog steeds terug. Die is bang voor het vogeltje. Toch ook niet altijd even bang geweest. Nou, dan laat ze toch een beetje beter zien, maar ja, ze kruipt toch weer met de hup. Ze had kuippopje gezien, kastje gaat dicht. Paard, vermoedelijk van Beurskes, die er toen nog woonde. Dan gaan we de kleine heitrak op. Frits Laerts, manisje van alles, metselen en stukken door, u ziet wel, het gaat hem allemaal even goed af. Met een van zijn kindjes erbij, het huis van Jantje Strijbos. Tineske Bergfans, met het paard. In de wei. Nou, er lopen een varkens tussen ook, dus zal wel verkimmenaarden zijn. Huis van Peer, voormalig Peer Biemans, het veldkruis daar, beruchte kruis op het kruispunt, een zicht op het huis van Jan Rooijakkers, Jan van Enzegraat, en daar hebben we Ties Brumans. Ties lag er ook eens mee. Het schijnt wel oogst op daar te zijn op dat moment. Een bosse stro, daar heb de dochter Miet. En de zoon Piet. En de Karlustig trek, daar hebben we Tienes Dirks met de zoon. Ook druk bezig met opruimen. Dan gaan we de Moosdijk op. Was ons zien. En daar hebben we de vrouw van Willem van der Steen, Lies. Een van de kindertjes. Hebben we Kluute Mina.
de vrouw van Slaats. En Jan van Mullekom was er zeker bezig ergens met schilderen. En daar hebben we Jantje Vrijt. En daar hebben we nogmaals Mina. De kindertjes van Martin Leenders. Rika van Pietje Willems. Dan hebben we die barakken weer waar toen de tijd van de Steen en Leenders in woonden. Het molenke van Pietje Joris. Die woonden er toen ook in die barak. Daar hebben we Fien Leenders Bellenmakers weer. Een van de loopt gauw weg. Jan van Mullekom was er schijnbaar aan het schilderen. Dan krijgen we Miet van Rijt. Is bezig met het ramen wassen. Vroeger zei ze Miet van Pierelei. Weten de meesten ook wel. Heel ijverig. Weer terug naar het Engelenhufje. Dus de school, de kleuterschool. Zien we de kleuters in de klas. Dat is natuurlijk ons aller juffrouw Leentje, die kennen we allemaal nog wel. In de verte lopen. De zuster Fernando weer. Niet altijd even een gemakkelijke. Maar toch lang volgehouden in Neerkant. Ballen was toen ook alleen. De juffrouw Leentje weer. Die is goed te verkennen, herkennen deze. Dochtertje van Tijke Fransen. Met Frits Beiers en Ballen. Frits die er toen bij was, is adviseur van die filmers. Van Koerke, Mies en Sjaak Nooijen, met in de kinderwagen een van de mooie dochters liggen. Kerk. Daar zitten de zusters dagelijks met een naaikringetje dat na de school kwam. Na de schoolopleiding, dan gingen die grotere meisjes nog wel eens naar zo'n haaikursusje toe die door de zusters gegeven werden. Velen zullen elkaar hier nog wel een keer bij zijn die elkaar hier goed kennen. Toosje van Harry Thijssen. Ook om mee te lachen. Zoon Ruud. Met de slang van een benzinepomp. Nou alvast, wat moet dat worden? Nogmaals, Sint-Vincentiushuis. Bij de oude van die oude die toen in de klooster gelegen, Nieske Snel. Zagen we daar, we zien daar bijvoorbeeld een brune manneke en enkele van die ouderen waar de namen eigenlijk niets afdoen, maar die werden toen bij de zuster werden die goed verpleegd.
Heel even zagen we nog Peer Kolen. Goebbels. En daar hebben we Nel Nijssen. Een zuster van de Lange Hendrik. Daar hebben ze heel goed in beeld. Nel. Wel graden tonen Nel. Het oude huis van Martens. En door Frits Beijers heen tegenaan. Dan gaan we de schelm in. Dan komt de Fons Friese bezig met zijn melk. Bussen. Het huis van Fransen. Dan hebben we Miek van Hannes Verlierup. Marietje Bakker, die woonde er toen nog op de boerderij. Met haar kinderschaar. De dochter, mijn grotere dochter, moet ik het bijna aan Willem. Iedereen kent Willem Thijssen. Willem heeft de wagen met de beer nog klaarstaan. Vrouwke Fransen met enkele van haar kinderen. De dochter van Levelier, die nu getrouwd is met Steegs. Daar hebben we een van de brakkenveuren op de schans. Daar hebben we Miet van Sjang Beijers. Nemmer water en putten. Daar hebben we de dochter van Geres. Daar hebben we de zonen Geres, Lin en Jo. Bezig met het hooi. Het moet allemaal gebeuren voor de kermis. Want dan is er geen tijd. Hij zegt erboven, kom maar eens mee helpen. Ja, dat geloof ik wel. Daar hebben we vrouw Klompen. Met twee van haar dochters. Daar hebben we nogmaals. Oh, dat is de vrouw Jan, van Lammert Jantje, Nelleke. Cor en Nelleke, nou weet ik het weer welke het zijn. Dan komen we bij het veld van Verstegen. Daar zijn ze vermoedelijk aan de aardbeien. Graat, die lacht er eens mee. Zeker wel niet warm, want die jas nog te aangetrokken heeft. Vrouwke van Jan. Jan in de achterhoede. Kluskes met een van zijn kleinkinderen. Vrouw Kluskes. Daar hebben we Louis Verstappen. Bij de beton bezig als betonvlechter. Daar hebben we Tine Schelen de Smit weer. Met Harrieke de Knecht, Harrieke Vosses. Twee stille noeste werkers. Mietje, de vrouw van Tienes de Smit. Daar hebben we Tienes Dirks als vergende Loos. Daar hebben we de ruivereniging NAS, na arbeidssport. Ook lid ervan, van Leunen uit Liesel. Jantje Strijbers als commandant. Dan zet je de achterhalen in beweging. Appen, zit ijverig toe te kijken. Van Leunen van Liesel.
Nou, er gebeurde een ongeluk. Ik vind dat de politie er wel rap bij is. Zowel als de EHBO. Zie jij je hardlopen, Piet Verstappen. Dan staan ze nou eens te bespreken wat er gebeurd is. Willem van der Mortel heel ijverig bezig. De patiënt die voelt het misschien een klein beetje gewond, dacht ik. Want een beetje een schimmige laag. De zuster ook al nieuwsgierig, kunt ook al eens kijken. Komt ze met draagbaar aan. Vakkundig wordt die verbonden. Wordt je op de bar gelegd. En daar gaan ze dan, Piet en Jet. En Willem marcheert mee. Kijk op de sportclub van de dames. Met je Joosten. Moedelijk als leidster. Joke goed herkenbaar. Even wel eens Lieske Jansen. Om er enkele te noemen. De jonge boeren van de neerkant. Ook de sportclub. Bakker. Moet herkennen. Dat is Chrisje van Deuzeldonk. De café Internos. Of de café van Kremers moet ik zeggen. Toen de tijd nog de Batavieren gevestigd. Er staan de Schutters, Pijnenburg, Beiers, Fritske Lammers, Met Beiers. De wieken die ze allemaal wel inpikken. Ja, ze zetten het al allemaal midden in de roos. Maar ik vraag me wel af, waar komen die gaten aan de buitenkant dan van? Schutters nog eens op scherp, en Ouwenbeiers Willem ook nog. De Wieken en Friske moeten zeker tegen elkaar kampen. Gon Thijssen en Jan Pijnenburg zijn vrouw midden en de dochter van Constant rustig af te kijken. Oh, daar komt de brandweer aan, dan zal de brand gauw geblust zijn. Heren is eruit, manschappen eruit. Ze heeft hem meteen in de grote gang staan. Harry Verheijen, Vogels, Jan Engels, Geris, de bevelvoerder. Het doel is natuurlijk dat er stralen komen. Dan zie je daar, het water komt er in de verkeerde kant uit, want de slangen zijn ook kapot. Was in de tijd dat de brandweer nog zeer primitief moest werken. Met slechte spullen. Je ziet het wel door aan het straaltje van Jan Engels. Dat er geen kracht meer op zit. En er staat bellenmakers met de hand in het haar. Geen verband meer. Lijkt wel een ziekenhuis. Geris maakt er een eind aan. Ik denk dus welletjes. De toeschouwers hebben de kapotte spullen nou wel gezien.
krijgen we nog eens de handballers. Ook weer een jongere generatie. Gerrit Pijnenburg wordt door zijn dochter Ria nog eens terdegen aangekleed. Moet natuurlijk ook voor de lens. De Veengalm zal een nummertje zingen vermoedelijk. Onder leiding van Piet Zwegers, toenmalige directeur. Wel eens een dikke Jansen, een Jan Driessen. De voorzitter. De kerk ligt er weer verlaten bij. De rijvereniging bijt er weer de spits af. Wachtmeester Koster. Je ziet ze marcheren. Je ziet het wel toen de tijd nog geen uniformen. En de zangvereniging. Of de voetbalclub was het eerst nog eens. En dan de zangvereniging, want ik zag bij de voetbalclub Eindje Driessen nog lopen. De sportclubs. Dat is het defilé. Dames sportclub Jonge Boeren. Weer als sluitstuk. Een oude trouwe ballenwagen. Joke Gijsbus, de dochter van de kastelein met een vriendinnetje. Je speelt Lange Nelis met de kermis. Jansen nogmaals. Pastoor Bransma, toen de tijd pastoor van de prochie. Die lacht er ook eens mee. Ik denk het is mooi geweest. Dan zien we Ad Gijvers als de kastelein. Bestuur van de zangvereniging nog na te genieten, nog wat na te praten over de film. Ad Gijsbers bezig met tappen van de pilsje. Het een en ander wordt natuurlijk nog eens besproken. Een keer lekker drinken. Frits die dreigt hem te gooien, maar die doet het toch niet. Gijsbers met de vrouw. Een pikkeneesje. Moeder en dochter. Gijsbers. Kunnen genieten.
van even de film over neer kan in het verleden van 1960. We hebben getracht zo goed mee duidelijk een beeld te geven. Mag er al eens een foutje in geslopen zijn, neemt je ons niet kwalijk. Het is allemaal mensenwerk. We hopen dat je genoten hebt. Dat je nog met genoegen aan zult terugdenken. Dat je elkaar zichzelf en enkele anderen nog eens teruggezien hebt. Die misschien al zeer lang eigenlijk in het vergeetboek stonden.